Deze uitzending wordt mede mogelijk gemaakt door Brasserie en Adventure Golf Het Pakhuis. Voor een drankje en een hapje in onze gezellige brasserie of op ons terras. Het Pakhuis Brasserie en Adventure Golf ligt in het shoppingcenter Roercenter. De Limboot. Ooit van gehoord? Nou, iemand van Roermond, en hij zit hier aan tafel, Sybert van Keeken, die werd daardoor verrast. Vertel, Sybert, wat is de Limboot? De Limboot Remun, ken ik het in het dialect nog? Jazeker, mocht dat. Ja. Of het mocht ook in het Nederlands, maar nee, het mocht zeker in het plat. De dat Limboot, wel. Limboot Remun, Kim is volgt. Ik ben geïnspireerd geraakt door de Limboot Venlo. Werd georganiseerd door Mensen Kinder, een zeer bekende band uit Venlo. Een geweldig evenement, wat al jaren een topevenement is in Venlo. Vorig jaar was ik daar op de Limboot en ik heb daar genoten van de muziek van Mensen Kinder. En toen had ik gezegd van, waarom kunnen voor Mensen Kinder niet naar Remun halen en de Limboot Remun organiseren op de schitterende Maasplassen met muziek van Mensen Kinder. 3 dagen aan een stuk en dan geweldig met muziek, mensen bijeen, gezelligheid op de Maasplassen in Remun. Een lekker drankje erbij. Lekker drankje erbij, ja. Een heerlijke saté van Willem van Blond en Blond. Die is beroemd en berucht vanwege zijn lekkere satés. Ja. Dus dat werd toch. Indische eten. Hè? Ja. Ja, inderdaad. En ja, de combinatie, het belooft heel goed weer te weren. Dus wat willen we nog meer? Wat wil ze nog meer, ja. En wat zingen ze? Wat voor repertoire? Voor de mensen die Mensen Kinder niet kennen? Ja, Mensen Kinder is een Venlose dialectband. En ja, Mensen Kinder is in Venlo, maar ook in Remun en Midden-Limburg heel erg bekend. Zoals je zag, dialectband. En ja, er zijn zoveel mooie liedjes van Mensen Kinder die voor hier in Remun ook zingen. En in Remun zijn heel veel fans van Mensen Kinder. En in hoeverre verschilt dit concept nou van wat er in Venlo is? Het concept is eigenlijk exact hetzelfde. Dus het is niets nieuws. Wel voor Remun. In die zin, ver hebben de Maasplassen. En daar zijn vergreuts op. En die Maasplassen zijn niet in Venlo. Want daar kunnen ze alleen maar de Maas op en af varen. En hier golver over de Maasplassen. En daar is Mensenkinder. De mannen van Mensenkinder zijn daar super enthousiast over. Ze zeggen, veer gewoon met, veer gewoon in Remun varen, over de Maasplassen en veer gewoon muziek maken. Hebben zich al mensen uit Venlo ingeschreven? Er zijn mensen uit Venlo die hebben zich ingeschreven. Te meer ook omdat Mensenkinder ontzettend populair is in Venlo. En de Limboot Venlo, waar ze no time uitverkocht. Dus er is een klein beetje uitloop van uit Venlo. Maar dat is helemaal niet verkeerd. Dan weten ze in Venlo ook die hier naartoe komen, wie zo'n Remun is. Absoluut, want het toerisme in Remun spreekt er ook heel wit van wie zo'n de plassen van Remun zijn. Prachtig. Ja, dat is het. Wieveel mensen passen op de boot? Wieveel man mogen metvaren? Er kunnen maximaal 100 mensen op. Dat wil zeggen per keer. En we hebben 3 boottochten. Eén op vrijdagavond, één op zaterdagavond en één op zondagmiddag. En heb je nog plaats op de boot? Er is nog plaats. Met name op de zaterdag, daar kennen we nog het minste kwiet. De zondag is bijna gans uitverkocht en dat geldt ook voor de vrijdag. En hoe kunnen ze zich melden als ze nog geen een pletje willen bemachtigen, ja, op de boot? De kaartverkoop gaat via de ticketservice van de Oranjerie, Theaterhotel Roermond, om precies te zijn. Dus als je naar www.theaterroermond.nl gaat, kom ze op de site. En dan kunt ze kijken naar theater en dan geeft ze vervolgens naar agenda. En dan komt de ticketverkoop van de Limboot Remun prominent in beeld. En als je nou meegaat op die boot, kun je dan ook gewoon een verzoeknummer aanvragen? Ja, natuurlijk. Alleen nummers van Mensenkinder. Uiteraard. Want Mensenkinder speelden alleen maar hun eigen repertoire. Maar ja, Mensenkinder heeft zo'n repertoire. Die spelen overigens 4 uur lang met een kleine pauze. Dus het ganse repertoire van Mensenkinder zal voorbij komen. Want wie laat vertrekt de boot? De boot vertrekt op vrijdag 23 juni en op zaterdag 24 juni. Vertrekt hij 's avonds om 7 uur en komt om 11 uur terug. En op zondag is het om 1 uur 's middags en komt om 4 uur terug.
Het klinkt helemaal geweldig. Dat werd het ook. Ja. Alles is aanwezig om het schoon te laten weren. Ja. Nou, laten we hopen dat het ook zo mooi gaat worden. Ook. Ja. Fijn dat je het even wilde komen toelichten. Ja. En veel plezier. Ja. Het lijkt mij ontzettend leuk. Graag gedaan. En kijk even naar www.theaterhotel.nl. En dan naar de agenda. En geef ik nog even op. Vooral voor de zaterdag. Super. Dankjewel voor de komst. Dankjewel voor die verhaal. En heel veel plezier met de Limboot. Dank je. Deze uitzending werd mede mogelijk gemaakt door Bijstoks, Roermond, Maasbracht en Heerlen.